Ja, in het kader van Invite Me or Challenge Me ben ik hier bij de waterscouts van Jan van Gent. Die zijn hier op het zomerkamp. En de jongen vond het wel aardig om mij dat even te laten zien. Ik heb zo de indruk dat het een enorme uitdaging wordt, maar volgens mij wordt het ook wel een hele plezierige middag. En als jullie deze vlog zien, dan is de middag ook nog goed afgelopen ook. Daarvoor zijn we ook in België. Ja. En ook in Rotterdam. Tegen vroeger hadden we dat een shape liggen in de stukken. Dat is wel. Alleen dan dat ik het niet verder. En je kan er ook niet op slapen. Of wel heel vervelend. Maar er zit iets raar, want de gemeente wil iets van de Rijkswaterstaat voordat zij iets doen. En de Rijkswaterstaat wil dat de gemeente het eerst doet. En niemand doet het. Ja. Zeg maar, wat zou je leuk vinden als we in Limburg nog voor het kosten weten? Dat wil je niet zien. Die zich overal weer nieuwe tips op te halen voor. Ja, hij is een beetje heel interessant, een opkomend dingetje. De Bar Brothers. Ja. Heb jij ook dat voor? Nee. Bar Brothers, dat is eigenlijk een taspark aan de steek. Ja. Dat zijn een paar stangen. Ja. En dan gaan ze eigenlijk op eigen gewicht op de lichaam trainen. Ah. Dus dat is niet met gewichten van de sportzaal, maar nee. Je moet zelf optrekken. En dat de bar is aan de stang? Ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Gebruik je? Je hele lichaam. Kun ik al niet. Zo mooi. Dan kun je spieren veel meer samen functioneren. De pijn. Kom in. Nou, dat viel in die zin mee dat helaas vanwege de regen er niet veel van buitenspelen terechtgekomen is. Maar ik heb wel een hele goede indruk gekregen hoe jongeren van die leeftijd hoe ze zich ook bezighouden bij regenweer. En dat is natuurlijk toch fantastisch, die improvisatie. Heb jij ook een mooie hobby? Heb je een leuke vakantiejob? Of is je klas erg leuk? Nodig me rustig uit. Ik ontmoet graag jongeren en ik zit te wachten eigenlijk op jullie adviezen en tips voor Theo. Ga naar Facebook, ga naar Instagram en laat me wel wat weten. Dankjewel.